Vandaag ga ik je laten zien hoe jij een les kunt maken met Maya. Goed om te weten is dat Maya onze AI-assistent is... die een lesstructuur van je kan maken. Om een les te maken klik ik op Maya... en dan krijg ik de vraag of ik een les wil maken gebaseerd op tekst of op afbeeldingen. Bij een afbeelding kun je denken aan wanneer je bijvoorbeeld op museumbezoek bent geweest... en je een foto hebt gemaakt van informatie... en deze kun je dan uploaden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook... Een afbeelding gebruiken van tekst uit een artikel of een krant. Wij gaan vandaag gebaseerd op tekst een lesstructuur maken. En als ik hierop klik, dan het, heb ik de mogelijkheid om een prompt te schrijven of om een tekst te plakken. Bij een tekst kun je denken aan een wat langere tekst, zoals bijvoorbeeld dat nieuwsartikel, maar dan de tekst daarvan. Maar wij gaan vandaag aan de slag met een prompt. Ben jij benieuwd hoe je zelf een prompt kunt schrijven? In deze beschrijving van de video zal ik een artikel toevoegen waarin we uitleggen hoe jij zelf een prompt kunt schrijven voor Maya. Vandaag kiezen we voor een van de voorbeelden. Ik kies vandaag voor dit voorbeeld en dit is ook gelijk een voorbeeld van een leerdoel. Je kunt namelijk verschillende soorten prompt schrijven, maar meer daarover lees je in het artikel. Dan kun je nog de taal van je les instellen. Engels, Frans, Nederlands, Duits of Spaans. Nou, wij gaan vandaag gewoon voor Nederlands. En je kunt het aantal slides invoegen. Standaard staan de lesfases, de voorkennis en het exit-ticket al aangevinkt. Je kunt deze namelijk ook als de les gemaakt is, daarna nog verwijderen. En voor de lesfases kun je denken aan de structuur die wordt toegevoegd. Die ga ik je straks laten zien. De voorkennis is een woordweb. Waarin we eerst de leerlingen vragen wat ze eigenlijk al weten. En bij de exit-ticket wordt er gebruik gemaakt van open vragen. Dan klik ik op Creëer lesoverzicht. En dan gaat Maya aan de slag. Houd er rekening mee dat er dus verschillende slides worden gemaakt voor jouw lesstructuur. En je hebt zelf de mogelijkheid om deze wel of niet toe te voegen. Hij is nog even aan het laden. En wanneer Maya klaar is, dan zie je dat eigenlijk alle slides worden aangevinkt om toe te voegen. En ik ga dat ook allemaal gebruiken. Nu zie je dat de lesstructuur gemaakt is. De reden waarom dit een lesstructuur is, is omdat je natuurlijk wel nog even de informatie in de les moet aanpassen, maar omdat je zelf ook nog slides kunt toevoegen. Het is dus niet een complete les. En het is dus fijn dat het al in een kleur gegeven is, maar je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om zelf nog de kleuren aan te passen en om afbeeldingen toe te voegen, want dat doet Maya nog niet. Dan zie je hier het woordweb waar ik het net over had bij Activeer de Voorkennis. Hier vragen we eigenlijk al wat de studenten of leerlingen al weten over het onderwerp. En daarna zie je de instructie. En nog iets verder is de toepassing en de evaluatie. En dat zijn dus die lesfases waar ik het over had. Nou is het natuurlijk heel fijn dat Maya deze lesstructuur al voor je klaarzet. Maar wellicht wil jij ook nog wat interactieve vragen toevoegen, maar deze niet zelf maken. Nou, wanneer je de slides van de informatie hebt gecontroleerd, dan kun je de slides aanvinken. En dan heb je de mogelijkheid om Maya nogmaals om hulp te vragen. Maar in dit geval kun je een quiz van de selectie maken of een poll. Dit kun je dus ook doen bij al een bestaande les die je niet hebt gegenereerd met Maya, maar die je bijvoorbeeld zelf hebt gemaakt of uit de lesbibliotheek hebt gehaald. Nou, we gaan vandaag een quiz genereren en dan eigenlijk komen de quizvragen... Voort uit de prompt die dus in deze slide stonden. Ik wil nog steeds Nederlandse slide en ik wil graag drie resultaten. En dan klik ik op creëer. Nou, dan zie je dat Maya weer even aan het nadenken is. En dan komen er vragen. De vragen worden gemaakt en daarin worden ook al de foute antwoorden gegeven. Dus deze hoef je niet meer zelf te gaan bedenken. En er wordt een juist antwoord gegeven... Altijd wel even belangrijk om te controleren of dit dan ook echt een goed antwoord is. Nou, ik kies nu voor deze drie slides allemaal te gebruiken en dan zeg ik creëer slides. Je ziet dat deze interactieve slides dan nu niet in plaats van deze slides worden toegevoegd, maar dat je gewoon nog de informatie kunt geven en daarna kunt vragen welke informatie en wat dan het juiste antwoord is. Nou, heb jij een vraag over Maya of heb je een andere vraag over het platform? Dan kun je altijd even contact opnemen met ons via de chat hier rechts onderin en een berichtje sturen, of je kunt een mail sturen aan support@lessonup.com en dan helpen we je graag verder.